We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot en met morgen 12 mei. De weersverwachting voor geheel Suriname ziet er als volgt uit. In de avond komen de buien meer in het binnenland voor. Op enkele plaatsen zullen de onweersbuien zwaar zijn. Vrijdagochtend, morgen dus, komen op sommige plaatsen ook buien voor langs de kust. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich plaatselijk nevel, overwegend in bosrijke gebieden. Morgen in de ochtend op sommige plaatsen periode met lichte tot matige regenbuien. Gedurende de middag en avond perioden met verspreide buien, soms gepaard met onweer. Op enkele plaatsen zijn de onweersbuien zwaar, soms ook met windstoten. De wind varieert uit het noordoosten tot zuidoosten met snelheden die oplopen tot 25 km per uur. En lokaal tijdelijke toename in de windsnelheid tot maximaal 45 km per uur. In het hele land zijn er temperaturen die variëren tussen maximaal 31 graden en minimaal 21 graden Celsius. In de districten Para, Brokopondo en Sipaliwini zullen er overdag perioden met onweersbuien zijn en soms windstoten. Marowijne, Kommewijne, Paramaribo, Saramaka en Brokopondo zullen in de avond tijdelijk bewolkt zijn met buien. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen in de middag en avond op enkele plaatsen kortstondig zware onweersbuien en soms met windstoten zullen plaatsvinden.